Bokkemiddelaar staat 20 en 21 oktober in het teken van Molenhoeks Makkie. Organisator Peter-Jan Mol vertelt waar de moeilijkheid bij dit wandel- en hardloop-evenement ligt. Nou, het bijzondere is, in tegenstelling tot wat de naam Makkie zegt, is dat het een heel uitdagende loop is. Want hij gaat door de bossen, door de heuvels, rondom jachtslot de Mokerheide. Het evenement vindt al een tijdje plaats, maar deze editie was er iets bijzonders aan de hand. Een element bij Molenhoeks Makkie is ook dat er overal langs het parcours muzikanten staan. Die muziek maken voor de deelnemers, solo, in groepjes, op straat, maar ook in het bos. Nou, een van die muzikanten is altijd onze burgemeester. Maar omdat dit jaar het NK is en hij gastheer is van alle andere bestuurders, kon hij die rol dit jaar niet vervullen. Dus dacht ik van, weet je wat, ik vraag eens of hij misschien een lied kan maken. Dan kunnen we dat alsnog laten horen en is hij toch nog hoorbaar en zichtbaar deze editie. De burgemeester moest wel even nadenken over het aanbod. Ja, ik vond in eerste instantie wat vrijpostige vragen, om maar zo te zeggen. Maar ik denk, het is eigenlijk wel heel leuk. Dus ik heb die uitdaging opgepakt. Ik heb wel vaker liedjes geschreven in het verleden. Het maken van het lied beviel de burgemeester wel goed. Ik heb het geschreven in een kwartiertje, 20 minuten. Akoestisch gitaartje. Ik ga met die tekst aan de gang. Je hebt al een beetje in je hoofd wat we doen. Dus dat viel eigenlijk wel mee. Maar ja, goed, dan komt verder het proces van arrangementen met muziekinstrumenten erbij. Meer dan alleen akoestische gitaar. Dus dat is ook wel trouwens altijd heel leuk. Want je maakt iets op zo'n gitaartje en het leuke is van wat wordt het nou uiteindelijk? Hè? Als het helemaal aangekleed is met complete instrumenten met tweede stem, de bijdere stem, dan kan je het natuurlijk heel leuk maken. Ja. Inmiddels is het nummer uitgebracht en konden mensen hun mening erover geven. Mensen vinden het leuk. Mensen vinden dat, ja. Ja, mensen zijn soms verrast dat een burgemeester dat doet. Dan denk ik van ja, goed, maakt het uit. Dan kan ook iemand, een journalist kan dat ook maken. Die kan ook muziek maken. En een timmerman ook. En een verpleegkundige ook. Dus waarom een burgemeester niet? Volgens organisator Peter-Jan Mol is het het perfecte nummer geworden. Ik heb al van vele lopers die het inmiddels ook gehoord hebben te horen gekregen van ja, dit is echt een uptempo nummer. Ja, als je daarop loopt, als je het voor de start even hoort, nou, dan blijft het in je hoofd zitten. En daar kun je makkelijk 10 kilometer mee vooruit. Mom!